derde expositie alweer die wij samen doen, Maria Stams en ik. We hebben ons eigenlijk gevonden hier bij de Vazom, omdat we dezelfde passie hebben voor oftewel boetseren of schilderen van mensfiguur, overwegend. Er zijn natuurlijk ook andere schilderijen en keramiek te bewonderen, boetseerwerk. Maar dat is wel de passie die we samen delen. En elk jaar ben ik bezig om een beginopdracht te verzinnen. En tegenwoordig gaat het dan samen met Maria. Die wij de cursisten kunnen geven, omdat die dan een lange zomervakantie gehad hebben, waarin natuurlijk meestal niet zoveel van werken komt. En schilderen en dan meestal vakantie gaan en op terrasjes zitten. En dat is ook leuk en aardig. Maar om dan te beginnen, en omdat we meestal tijdens de cursussen hooguit 3 keer een model hebben, kun je niet zo lang eraan doorschilderen, zeg maar. Dus hebben wij een soort beginopdracht, en dat is voor de cursisten dan weer een lekker moment om rustig in het schilderen weer thuis te zijn. Dit jaar was het eigenlijk door omstandigheden dat ik via een cursist van mij in aanraking kwam met top vintage kleding. Waarin zeg maar de jaren 50, 60, maar ook hier vanaf de jaren 20 tot en met de jaren 60 kleding voor dames met name te vinden is. En dat is natuurlijk heel typisch. We kennen dat allemaal van vroeger. En dat verlangen naar vroeger, een soort romantiek, die nou eigenlijk ook weer herleeft. Want er zijn heel veel, bijvoorbeeld scooters en auto's. Auto's die weer op de oude manier worden vormgegeven, een vintage look. Denk maar aan bijvoorbeeld de Chrysler, die eigenlijk weer zo'n oude grill en dat soort dingen weer terugbrengt. Die scooters zijn weer helemaal terug, zeg maar die oude Italiaanse scooters, de Vespa Ciao. En de Piaggio, die zijn weer helemaal terug. En in die zin was het een geëikt thema, omdat we heel vaak modellen hebben zoals jullie er allemaal zijn. Daar kom ik dadelijk op het eind van mijn speech nog even op terug, want we zoeken altijd naastig naar nieuwe modellen. Marie en ik zijn daar heel blij mee. Dus ik heb het nou nog niet kunnen doen, maar ik leg er tijdens de expositie, je kunt die altijd hier komen bekijken, tijdens lesdagen, leg ik wat briefjes neer voor modellen. Die zal ik voor bij dat informatiestandje daar neerleggen, want daar zijn wij erg mee geholpen. Dus we hadden een aantal modellen nodig die, tenminste, dat praat ik even voor mezelf, die typisch waren voor die jaren 50, 60 en de jaren 20. Nou, gelukkig is één hier aanwezig, dat is Bianca. En ze heeft zich ook in het jaren 30 eigenlijk, tussen de twee wereldoorlogen in, gekleed. Dat is zo mooi, omdat het een heel typische stijl is. En zij wordt ook vaker gevraagd voor herleving van de Tweede Wereldoorlog. Het is ook typisch een meisje waar ik meteen moest denken aan Hanni Schaff. Een meisje met het rode haar. Ook met dat netje over dat haar heen. En we hebben haar, dus je ziet dat daar een paar keer hier. Hier is ze verewigd en nog hier, zeg maar, daar die wat moderner geschilderd werd. Dat is leuk, omdat je dan iets meer kunt met een thema dan dat je alleen maar daar een model hebt zitten, die er zit om te zitten, zeg. Dus je hebt een thema, daar kun je dan refereren naar kunstenaars. Je hebt bijvoorbeeld, iedereen kent bijvoorbeeld die pin-ups die op bommenwerpers in de Tweede Wereldoorlog geschilderd werden. Of misschien kennen jullie wel Norman Rockwell, dat is een Amerikaanse reclameontwerper, schilder. Eigenlijk de uitvinder van Santa Claus, van de kerstman. Dus daar zijn een hele hoop dingen te vinden waardoor je meer kunt met de sfeer die om het schilderij heen hangt. En dat geldt natuurlijk ook voor het boetseerwerk. Ik weet niet of Maria daar nog wat over wilt zeggen ook. Meestal is ze daar niet zo happig op. Maar waar ik meteen aan moet denken bij vintage, als je het hebt over boetseren, behalve natuurlijk referenties naar hele bekende oude werken, zoals het danseresje van Degas, als ik het goed heb, wat ik daar zie. Maar een bak met Sansevieria's. Je ziet hier bijvoorbeeld ook nog het schilderij van de oude kachel die wij ook allemaal gehad hebben. Je had in de 70er jaren van die afzichtelijke lampen met van dat kaarsenvet nep gedruipt. Zo, met zo'n hele grote stoffen kegel erop. Met, oh god. De kleuren van de jaren 70, oranje, bruin, olveriet, babyvoeding, groen. De typische dingen die allemaal refereren. En het leuke is dat elke cursist zijn hart kan ophalen aan iets wat dan voor de toeschouwer al dan niet meer of minder vintage is.
Maar het gaat van auto's met heel veel chroom naar hele oude verrotte auto's, wrakken, naar wrakken van modellen. Nee, dat moet ik niet zeggen. Geen wrakken van modellen, maar geweldige modellen die helemaal in de sfeer geposeerd hebben. Je ziet het plezier wat de cursisten hebben om met zo'n thema aan het werk te gaan. En iedereen kan er, er zijn filmposters bij, als ik hier achter je kijk, daar op de donkere vlak, dan kun je zo een film van Bert Haanstra of zo van verzinnen over de Tweede Wereldoorlog. Ik noem maar wat. Er zijn referenties naar Andy Warhol, dus er is genoeg om te zien, dus kijk rustig rond. Je kunt nog de hele expositie bezichtigen tijdens dus lesuren van de zon, de hele maand mei. En ik zou u hartelijk willen verzoeken om vrienden en kennissen gewoon mee te nemen en eens te kijken wat mensen die, en dat wil ik nog even benadrukken, gewoon voor een hobby bezig zijn om met kunst iets moois te maken. En de kwaliteit die je hier om je heen ziet, die doet niet onder voor nodige kunstenaar. Wou ik even zeggen. Ja, en we hebben nog een... En we hebben nog een vreemde eend in de bijt nu erbij. Ja. Maar die hebben we dan in de vitrine gezet. Dat is potten draaien. En dat is van het werk van Niek en Jet. En dat wordt begeleid door Louis. Die expositie van ons is al een aantal jaren. En toen dachten we, kom, laten we die draaiers erbij nemen. Nou ja, hoe meer zielen we hebben, hoe leuker. Dus, u vraagt, wij draaien. Dus als u vragen heeft, kunt terecht bij mij of bij Maria of bij Louis. Er zijn altijd nog mogelijkheden om cursussen in te stromen als u daarin geïnteresseerd bent. En als u wilt poseren, dan vernemen we dat ook graag. Nou, hartelijk dank voor uw aandacht. Zo maak je baby. And it keeps it out of sight. 3-4-2-2. You know we're not shot bus. With its steep big scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's Mac Heath? So there's never, never a trace of rain. Oh, let it get good now on a sidewalk, huh? Sunday morning, uh-huh. Lies about it, ooh, little life. Someone sneaking, oh, round the corner, uh-huh. Could that someone be old Mac the Knife? There's a tugboat, huh? Down by the river, don't you know where cement bag just drooping on down? Yes, you know that cement is there strictly for the way to look, girl. Five's gonna get you a dime, brother Mackey's back in town. You hear about Louis Miller? He done disappeared. Yeah, the drawdown, everybody jumping. Loops around, you know